Het kampioenschap, daar speelt Ajax onder 16 nog voor. Een belangrijke wedstrijd thuis tegen PSV. Ajax staat 3 punten achter koploper AZ, maar heeft nog een wedstrijd te goed. En heeft alles dus nog in eigen hand. PSV staat voorlaatste in de competitie en dus moet Ajax deze wedstrijd eigenlijk winnen. De eerste goede kans komt uit deze vrije trap. Hier komt Ajax voor het eerst met een goede paas richting Dylan Hogewerf. En die is heel snel. Hogewerf om de man heen. En de keeper pareert. Goede actie van Hogewerf. Keek nog naast zich of hij misschien had kunnen voorleggen. Dat was te lastig. En hier weer Ajax. Veel ruimte. Nu voor Ian Beelen. Goede paas naar Pinas. En deze moet erin. Jamilio Pinas. De paas was goed. Vrij voor de doelman. Hij krijgt hem naast. En zo nog altijd 0-0. Rens. Inleveren. En nog een keer inleveren. En dan PSV met de enorme kans. Via Milan Beumer. Beumer. En dan een strafschop. Nouri Emrak ziet. Ja, rood. Daar is er weinig tegen in te brengen. Houdt de bal met de hand uit de goal. En echt dicht bij het lichaam is die arm niet. Een halverwege de eerste helft. Ajax is al met een man minder. En PSV via Jeremy Antonissen met de kans om op voorsprong te komen. Antonissen tegen Dieker en Dieker pakt hem. Naar de goede hoek. En hij houdt hem er knap uit. Maar Ajax is nog wel heel lang met 10 tegen 11. En hier de volgende kans voor PSV via de aanvoerder. Pinadat richting Pinas. Daar Hogewerf. Hogewerf haalt maar eens uit. Prachtig goal van Dylan Hogewerf. En met een man minder komt Ajax op voorsprong. En het is heel knap gedaan van Hogewerf. Die hem hier goed meeneemt en in één keer uithaalt. En dat verwacht de keeper niet. Hier de familie Unuvar. Die 's ochtends al een feestje konden vieren. Emre, broertje van deze Nachi, werd kampioen. En hier Unuvar zelf. Krijgt hem terug. Goeie steekpaas naar Hogewerf. Hogewerf wel om de keeper heen. Maar kan er vervolgens niks meer mee. En hoewel Ajax het met 10 moet doen, geven ze eigenlijk niet veel meer weg in de tweede helft. Hogewerf. En krijgen ze hier wel de kans om de wedstrijd te beslissen. Maar Pinadat schiet recht op de doelman. Maar het is knap hoe de ploeg van Richard Klopper het doet in het tweede bedrijf van deze wedstrijd. En zo lijkt het 3 belangrijke punten te pakken in de titelrace. Hier is het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter. Een zwaar bevochten overwinning op PSV. Heel lang met een man minder, maar wel een 1-0 overwinning. En volgende week opnieuw een mooi duel, dan de mini-klassieker op bezoek bij Feyenoord.